Jori, vertel even kort wie je bent. Dat is misschien wel handig. Jori Kaphuis, ondernemer, futurist. Ik ben een paar jaar lang adviseur geweest van Nelly Kroes bij de start-up Delta, 2 jaar. En nu is dat overgenomen door Prins Constantijn, daar ben ik nog bij betrokken. Ik heb een cybersecurity start-up. Ik spreek over herstel, over leiderschap. En daar coach ik ook af en toe wat in. Daarnaast ben ik lid van de programmaraad van het Ratano Instituut. Dat is het Technology Assessment Instituut van de Nederlandse overheid. Ook onderdeel van de European Technology Assessment Institute. Ik ben een global shaper van het World Economic Forum. Ook World Economic Forum Academy heb ik mee mogen doen in de tijd. Achtergrond in technische bedrijfskunde. En daarna heb ik een master aan geopolitieke veiligheid, exponentiële technologie in Amerika en ethiek theorie in Engeland gedaan. Dat is eventjes in het kort. Oké. Nu wil ik jou even betrekken bij om mij op weg te helpen in de scenario's die ik moet schrijven of ga schrijven voor de toekomst van het HBO-onderwijs. Mm-hmm. Waarbij ik eigenlijk een aantal topics in die keer wil aanhouden. Dat zijn eigenlijk de maatschappelijke veranderingen, economische veranderingen, eventueel politieke veranderingen die van invloed zijn op de verandering van de status van het onderwijs. Ja. Ja. Waarbij ik nu eigenlijk, vooral nu op zeg maar dit moment, zien we een heleboel MOOCs en dat soort dingen. Gratis onderwijs, open onderwijs. Ja. Maar ik ben eigenlijk benieuwd naar jouw scenario als je kijkt vanaf 2030 en je gaat terugkijken naar nu. Of je kijkt van waar we nu staan en wat jij, als je naar 2030 kijkt, wat zie je dan voor veranderingen die van invloed zijn op de verandering van het onderwijs en waardoor ze veranderen? Oké. Duidelijk. Ja, even mondelijk. Wat we in Nederland hebben gedaan, kort geleden, was het afschaffen van de basisbeurs zoals we het kenden. Hè? Dat een gift zou zijn, dat nu gewoon een lening is geworden. Daarmee gaan we eigenlijk Amerika achterna. En dat betekent niet dat we meteen op hetzelfde niveau zitten als in Amerika, gelukkig maar. Maar ik denk wel dat het betekent dat we een aantal van de problemen die je daar nu gaat zien in het onderwijs, dat we die ook hier gaan zien. Er is een goede documentaire gemaakt, Ivory Tower, 2014. En die gaat eigenlijk in op de grote studieschulden van studenten. De studieschulden, je moet even weten, de studieschulden in Amerika zijn nu groter dan alle creditcardschulden samen. Dat is heel erg fors. Er is een andere wetswijziging redelijk recentelijk doorheen gekomen. Na de millenniumwisseling. En dat is een wetswijziging dat als je failliet gaat, dat je van al je schulden af bent, hè, zoals je dat ook gewend bent bij een faillissement in Amerika, op één onderdeel na. En dat is dat je